Pippa op glad ijs, Advissers meisjes in de jungle, de oudjes die doen het nog prima en Vroger van diefstal beschuldigd. Mariette, welkom. Hi. Een Engelse vrouw die schaatst op het ijs en wie is het? Ja, onze Pippa Middleton. En Groot-Brittannië is helemaal rappenhoer, want stel dat haar beroemde billen bont in blauw valt. Maar wat wel leuk is, is dat ze het naar de zin schijnt te hebben. En ze heeft liefdesverdriet en dan kun je maar beter leuke dingen gaan doen. Ja, dat moet ze een beetje gaan vergeten. Ja, het is nog maar 2 weken geleden. En, maar volgens mij, hand in hand met een vriendinnetje, heeft ze het prima naar de zin. En er komt vast wel een nieuwe man in haar leven. Ja, ongetwijfeld. Advisser in de jungle. Ja. Nou, ik las het en ik kan het nog eigenlijk niet geloven. De topopman die is in Nepal met de meisjes in de jungle, het tweede seizoen. Ja, maar Advisser in Nepal, dat kan ik nog wel een beetje met elkaar rijmen, want hij is een beetje op de zweeftour klopt, de laatste decennia. Hij heeft een cd-box met 16 cd's ooit uitgebracht over de westerse spiritualiteit en oosterse filosofie, tantra, mantra, chakra, van alles. Oh, en nu, het is wel interessant, zat ik me te bedenken, want hij begrijpt er misschien helemaal niks van, dus er komen er wel interessante vragen naar die meisjes. Die zijn getrokken uit Take Me Out en uit De Gouden Kooi en Holland's Next Topmodel. En dus opnieuw de jungle in. En vorig jaar was winnares Britje. Precies, Britje vorig jaar. Ja, en nu, ik ben, nou, zo'n goede winnares, het kan bijna niet dat we die opnieuw krijgen. Maar ja, goed, ik ben ook fan van Britje, dat weet je. Ja. Oké, zeg, de oudjes, die doen het nog steeds hartstikke goed. Ja, de oudjes is een beetje respect, hè. Ik bedoel, Kate Winslet is 36 en J.Lo, over wie je het ook hebt, is 42. En het gaat dus over, ze kan het prima hebben. Zij heeft wel vanaf haar 16e worstelt ze een beetje met haar gewicht. Toen ze 16 was met de 1,69, ze woog 86 kilo, dacht ze van, nou, als ik hiermee doorga, dan kom ik nooit aan de bak. Nou, dus ze is wel afgevallen. Maar J.Lo is natuurlijk beroemd om haar prompte achterwerk. En ik denk, wat Kate Winslet zegt, want die is een keer in 2003 gefotoshopt op de voorkant van een mannenmagazine. En daar was ze heel boos over, want ze zei, ik wil niet dat de lezer denkt dat ik zo hypocriet ben dat ik nog even snel zoveel kilo afval om op de voorpagina te komen. Ja. En ze zegt, draag je lichaam met trots. Ja, maar wij hebben in Nederland eigenlijk nog veel oudere celebs die er nog heel goed uitzien. 48! Tatjana, en die gaat weer naakt. 12 keer op een kalender. Komt 1 december uit. En zij zegt, de fase waarin ik nu zit, uitdagend, stijlvol en volwassen. En zo is die kalender ook. Dus mannen, nog een paar nachtjes slapen en jullie kunnen weer ophangen. Ja, de kalender van Panorama is het, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Dus dan hebben we nog even serieus nieuws op het eind. Ja, Boefje Vroger. Ja. Die is op een matje geroepen door Buma. En hij moet eigenlijk al zijn optredens openbaar maken. En dat heeft hij niet altijd gedaan, is het vermoeden. Dus hij kan stiekem liedjes zingen en daar dus geen rechten voor afdragen. Dus componisten zijn dan de dupe. Nu heeft hij beloofd, schreef onze collega Bart Mos, dat hij vanaf 2007 al zijn optredens alsnog openbaar gaat maken. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.